Ja, loof de Heer. Dat mogen wij nu ook doen. We mogen hem danken, we mogen hem prijzen. En dat mogen we in de gezamenlijkheid hier ook deze ochtend doen. Zo vlak voor kerst. Volgens mij maakt het niet uit wat voor dag het is. Mogen we hem dankbaar zijn en mogen we hem elke dag loven en prijzen voor wie hij is. Deze ochtend zal voorgaan Hoijte, van harte welkom. Volgende week hebben we dienst. En dan is het eerste kerstdag. En dan zullen we een gezamenlijke dienst hier hebben. En dan zal Job de leiding hebben over de dienst. Dan nog iets anders belangrijks over deze dienst. Dat is nog niet meegenomen in de mededelingen. Maar volgende week na de dienst zal er koffie zijn met wat lekkers erbij. En nou is de vraag aan u. En ook voor de mensen thuis, als u besluit om hier naartoe te komen, neemt u dan ook wat lekkers mee. En
Ja, u mag er zelf invulling aan geven wat mij betreft. Als u besluit om een patatkraam te laten komen. Ja, ik vind het goed. Ik ben wel van de partij, zeg maar. Oven hebben we hier niet voor de pizza's. Volgens mij is dat al vaak veel gemaakte grap van mij van de pizza's. Maar ik hou wel van pizza. Maar nee, u mag volgende week zelf wat lekkers meenemen. En dan. Nee, we doen alleen koffie en wat lekkers. De Sjoel moet thuis nog wel even aan het werk. Appelgebak is ook heerlijk, zeker. Michel neemt appelgebak mee, hoor ik. Ja. Koffie met wat lekkers. Goed. Laten wij beginnen met gebed. Heer, dank u wel dat we deze ochtend zo met elkaar hier mogen zijn, Heer. Dat we u mogen loven en prijzen, Heer. Dat we weten wie de Allerhoogste is. Dat u onze Vader bent, Heer. Dat u het licht van de wereld bent. Dat uw Zoon het licht van de wereld is. En dat ja, uw Zoon naar de aarde toegekomen is, Heer. En dat we dat mogen herdenken, Heer. En dat het daar is begonnen, het verlossingswerk van u, Heer. En dat u dat al lang heeft voorzegd in uw woord. Heer, wat wonderbaarlijk is dat, Heer. En wat fijn te weten dat u om ons geeft. Dat u ieder mens op het oog heeft, Heer. Heer, dank u wel daarvoor. Dank u wel dat u het leven geeft. En dank u wel voor uw liefde en voor uw genade, Heer. Dank u wel. Amen. Dan gaan wij zingen opwekking 220...
Ja, ik zat net even te grappen en te gollen, maar ik zat nog net te denken. Ik moet wel even helder. Volgende week is dus alleen koffie met wat lekkers. Ik denk voor degene die nog niet koffie, alleen met wat lekkers. Oké, okay? Met een koekje of iets, maar geen patatwagen. Geen patatwagen. Goed. Nou, ik ben vandaag alleen, zoals jullie zien. En dat komt omdat er twee van onze meiden meedoen met een musical. Een vriendinnetje had gevraagd, doe je mee? Doen jullie mee, Sarah en Jaël? Nou, hartstikke leuk. Dus die had een generale repetitie vandaag. Maar ja, zoals jullie misschien ook wel weten, is vanmiddag het WK voetbal om 4:00. Dus die generale repetitie, die moest worden verzet naar vroeg in de middag. Nou, prima. Maar gisteren waren ze aan het oefenen. En dan komen ze, ja, dan zingen ze toch een paar liedjes waarvan ik soms denk van, ja, wat moet ik daar nou helemaal mee? Of die tekst, hè? En als misschien dat Jacob dat ook wel herkent, als je zo'n voordienst doet, kom je toch vaak wel een beetje op dezelfde liedjes uit. Want ja, er zijn toch heel veel liedjes die worden geschreven waarvan je de tekst leest en dan denk van, ja, dat ga ik dus niet zingen, want dat klopt feitelijk niet of... Ja, dat gaat niet over ons. Of, hè, dat zijn wel overwegingen die je doet in de voorbereiding van zo'n dienst. En ik zag ook zo'n kinderliedje van die meiden. En dat ja, liedje is ook allemaal wel bekend. Jezus zegt dat hij hier van ons verwacht dat wij zijn als brandende kaarsjes midden in de nacht. Ja, op zich niet zo heel veel mis mee met zo'n tekst, zou je denken. Maar ik heb, dit is misschien een beetje ongenuanceerd wat ik zeg, maar ik ben het er eigenlijk niet helemaal mee eens wat we daarmee zingen. Want hoe ik het een beetje interpreteer, is dat er dan nogal veel van de mens afhangt. Om een brandend kaarsje te moeten zijn. En natuurlijk mogen we uitstralen dat we het lichaam van Christus zijn, dat we zijn liefde hebben gekregen, dat we wandelen met hem. Maar de beweging is niet vanuit de mens die een brandend kaarsje is, maar vanuit God die ons brandende kaarsjes heeft gemaakt. En in dat liedje, Jezus zegt dat hij hier van ons verwacht, dan ligt het initiatief meer bij de mens dan dat het van hem afkomt. Nou, ik snap het een beetje, dan misschien zegt u van, Bert, je gaat wel heel ver. Dat is goed. Ik zie ook sommigen nee knikken. Maar ik heb een andere tekst voor gemaakt. Ik vond het zo leuk. En mijn meiden zingen dat ook. En er zit maar één letter hoef je maar toe te voegen. En dan ben je klaar met het liedje. Jezus zegt dat hij je niets van ons verwacht. Nou, en ik denk dat ze volgende week op het podium dat wel gaan zingen. Ik vind het mooi. Ik verstond je niet helemaal goed, Stijn. Ja, dat klopt. Misschien moeten ze dan ook maar niet doen, hè? We gaan het zien. Ik wil u nog even meenemen naar Johannes 1. Want als we het hebben over brandende kaarsjes en over het licht, dan lezen we hier over het licht. Begin in Johannes 1, vers 1. In het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God. Dit was in het begin bij God. Alle dingen zijn door het woord gemaakt en zonder dit woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is. In het woord was het leven en het leven was het licht van de mensen.
En het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet begrepen. Er was een mens door God gezonden, zijn naam was Johannes. En hij kwam tot een getuigenis om van het licht te getuigen, opdat allen door hem geloven zouden. Hij was het licht niet, maar was gezonden om het licht van het licht te getuigen. Dit was het waarachtige licht dat in de wereld komt en ieder mens verlicht. Hij was in de wereld en de wereld is door hem ontstaan. En de wereld heeft hem niet gekend. En ik kwam tot het zijne, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Maar allen die hem aangenomen hebben, hun heeft hij macht gegeven kinderen van God te worden. Namelijk die in zijn naam geloven. Die niet uit bloed, niet uit de wil van vlees en ook niet uit de wil van een man, maar uit God geboren zijn. En het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En wij hebben zijn heerlijkheid gezien. Een heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader. Vol van genade en waarheid. Johannes getuigt van hem en hij heeft geroepen. Hij was het van wie ik zei, hij die na mij komt is voor mij geworden. Want hij was er eerder dan ik. En uit zijn volheid hebben wij allen ontvangen en wel genade op genade. Want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid zijn er door Jezus Christus gekomen. Niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren zoon die in de schoot van de Vader is, die heeft hem ons verklaard. Ja, en wat ik net in mijn gebed ook al naar voren haalde, hier tijdens en voor kerst mogen wij bezig zijn met het licht. De kerstboom die vol lichtjes hangt. De versieringen die verlicht zijn met van alles en nog wat. Maar het draait veelal om het licht. En als wij ook hier in Johannes 1 lezen over het licht. Want dat licht is Jezus Christus. Dan begint het daar ook. Het begint bij Jezus Christus, maar het eindigt ook bij Jezus Christus. En dat is wel zo'n volkomen prachtig plan, dat we die zekerheid hebben dat we mogen weten dat alles in Jezus Christus weer bij elkaar gebracht wordt. Dat hij het licht van de wereld is, dat de duisternis verdreven wordt. Ja, en dat we dat ook mogen gedenken met kerst. Maar dat het begon met het feit dat hij hier eerst op de aarde kwam. En dat dat eerst nodig was om vervolgens te komen in zijn leven. Tot de dood, tot de kruisdood. En dat hij daarna mocht opstaan. En door die opstanding ons het leven geeft. En ook ons brandende kaarsjes maakt. Die licht mogen geven hier in deze wereld. Wij gaan een kinderlied zingen. Ik zal hem niet te moeilijk maken. Ik stel mijn vertrouwen. Lukt wel, hè? Daarna mogen de kinderen naar hun eigen dienst. Oh.
Marjan, zullen we toch nog eentje doen? Ja. Ja, want anders sla ik de plank ook weer een beetje mis met het lijstje van liedjes wat ik vanmorgen heb gemaakt. Ik denk dat je deze is ook wel bekend. 595. Licht van de wereld wil ik nog met u zingen. En daarna krijgt Hoyt het woord. Goedemorgen, broeders en zusters. Fijn dat we zo weer samen mogen komen. Mooi lied. En vooral de laatste woorden die klinken
na en die mogen ook altijd naklinken in ons leven. Weet je nou nog wat de laatste woorden waren? Precies. U bent zo geweldig goed voor mij. Hè? En we mogen inderdaad weten dat de Heere ja, zo geweldig goed voor ons is. Dat Hij ons gezegend heeft met alle zegen die we in Christus ontvangen hebben. En dat we daar ook uit leven mogen. Ja, het is vierde Adventszondag. Tenminste, vier kaarsjes, dus dat klopt dan ook weer. En ja, ik heb daar ook wel een toepasselijk gedeelte voor gevonden. En dat vindt u in Jesaja 11. Ik heb dat even opgezocht, hoe dat eigenlijk officieel binnen de christelijke kerk gaat. En dan is Jesaja 11 is eigenlijk een gedeelte dat moet op de eerste Adventszondag worden behandeld. Dus ik hoop niet dat u me dat kwalijk neemt, dat ik dan dat nu doe, op de vierde. Maar goed, als ik dit niet had gezegd, had het u ook niks uitgemaakt. Hè? En het maakt ook helemaal niks uit, gelukkig. Maar het is wel een gedeelte waarin het in ieder geval gaat om de hoop en de verwachting van de komst van degene die wij natuurlijk kennen als de Heer Jezus Christus. Maar zo wordt Hij hier nog niet genoemd. Maar er staan wel enkele andere omschrijvingen van Hem. Er staat Jesaja 11 en ik wil daarvan lezen vers 1 tot en met 10. Daar staat, want er zal een twijgje opgroeien uit de afgehouwen stronk van Isaï. En een loot uit zijn wortels zal vrucht dragen. Op hem zal de geest van de Heere rusten. De geest van wijsheid en inzicht. De geest van raad en sterkte. De geest van de kennis en de vreze des Heeren. Zijn ruiken zal zijn in de vreze des Heeren. Hij zal niet oordelen naar wat zijn ogen zien. Hij zal niet vonnissen naar wat zijn oren horen. Hij zal de armen recht doen in gerechtigheid. En de zachtmoedigen van het land zal hij met rechtvaardigheid vonnissen. Maar hij zal de aarde slaan met de roede van zijn mond. En met de adem van zijn lippen zal hij de goddeloze doden. Want gerechtigheid zal de gordel om zijn heupen zijn. En de waarheid de gordel om zijn middel. Een wolf zal bij een lam verblijven. Een luipaard bij een geitenbok neerliggen. Een kalf, een jonge leeuw en gemest vee zullen bij elkaar zijn. Een kleine jongen zal ze drijven. Koe en berin zullen samen weiden. Hun jongen zullen bij elkaar neerliggen. Een leeuw zal stro eten als het rund. Een zuigeling zal zich vermaken bij het hol van een adder. En in het nest van een gifslang zal een peuter zijn hand uitsteken. Men zal nergens kwaad doen of verderf aanrichten op heel mijn heilige berg. Want de aarde zal vol zijn van de kennis van de Heere, zoals het water de bodem van de zee bedekt. Want op die dag zal de wortel van Isaï er zijn. Die zal staan als banier voor de volken. Naar hem zullen de heidenvolken vragen. Zijn rustplaats zal heerlijk zijn. Tot zover deze woorden van de profeet Jesaja. En ja, Jesaja, die wordt wel de evangelist van het Oude Testament genoemd. En dat heeft alles te maken natuurlijk met de boodschap die hij verkondigde. Die hij mocht verkondigen, moest verkondigen, op last van de Heere. Hij was een profeet van de Heer. Hij behoort tot wat we dan zo noemen de grote profeten. En dat snap je ook wel, want het hele boek Jesaja dat omvat 66 hoofdstukken. Dus vandaar. Maar ja goed, in die hoofdstukken, in dat hele boek, daar wordt natuurlijk heel wat gezegd. Ook heel wat oordeel aangekondigd. Maar er wordt ook heel vaak verwezen naar het heil. En dat heil waarvan wij zeggen, nou dat is inmiddels in de Heer Jezus Christus is dat verschenen. En daarom wordt Jesaja ook wel ja, inderdaad de evangelist van het Oude Testament genoemd. Er zijn, zag ik, in het Oude Testament 7 personen die de naam Jesaja dragen. 7 verschillende personen.
En ik denk over het algemeen dat dit de enige is die wij kennen. Dus daar wou ik het vanmorgen ook maar gewoon bij laten dan. En deze Jesaja die wordt genoemd de zoon van Amos. En dat betekent de zoon van kracht of van de sterkte. En zo noemt hij zich al, zo stelt hij zich ook voor hè, in het eerste vers van dit boek. En ja, daar staat dan ook nog bij dat hij zich richt op Juda en Jeruzalem. He, dus Jesaja die trad op in een periode in de geschiedenis van het volk van God, waarin een groot deel van het volk al uit het land verwijderd was. He, de 10 stammen die waren al weggestuurd en daarna trad Jesaja op als profeet. En ja, degene onder wie hij optrad, dat was dan wat we dan kunnen noemen het huis van Juda, he, of uiteindelijk het Joodse volk, zoals het later ook genoemd werd. En dat zijn degenen. Ja, tot wie hij zich richt. Maar goed, de andere kant is ook hè, dat het boek Jesaja allerlei profetieën bevat. Ja, die echt niet alleen over dat huis van Juda gaan. Hè. Het staat wel tegen de achtergrond daarvan. Maar ja, die profetieën die gaan in feite over de hele wereld. Hè, over ja, de volkeren waar Israël mee te maken had. Waar het huis van Juda mee te maken had. En waar vooral de Heere mee te maken heeft. En ja, heel in het klein zie je daar hier iets van terug. Maar goed, dat is niet veel. Maar aan het einde van het vierde vers, daar staat: hij zal de aarde slaan met de roede van zijn mond en met de adem van zijn lippen zal hij de goddeloze doden. En ja, als je deze woorden leest, dan denk je eigenlijk al meteen aan de Heer Jezus Christus, zoals hij beschreven wordt in het boek Openbaring. Als hij zich zal openbaren hè, en zal zitten op dat witte paard, Openbaring 19. En dan komt uit zijn mond komt een tweesnijdend scherp zwaard. En daarmee zal hij de heidenen, de volkeren, de heidenvolkeren, zal hij slaan. Hè, een roede van zijn mond en met de adem van zijn lippen zal hij de goddeloze doden. Je ziet dat ook vervuld in de woorden van de apostel Paulus in de 2e Thessalonicenzenbrief. Ja, als het daar gaat over de mens der wetteloosheid die zich op een zeker moment in de tempel zal zetten om aan zich te laten zien dat hij God is, dan staat er ook: hem zal de Heer Jezus Christus doden door de adem zijns monds. Hè, en daar heb je die goddeloze, maar in het vervolg of gevolg van die goddeloze, ja, ook al die volkeren. Hè, waaronder zich de tegenstanders van de Here hebben bevonden en nog steeds. Volkeren die uiteindelijk ook tegen Jeruzalem ten strijde worden vergaderd om Jeruzalem ja, teniet te doen. Maar ook volkeren waarmee de Heere ja, toch wel weer tot zijn doel zal komen. Dus ja, deze woorden die je hier zo leest in Jesaja 11, dat zijn woorden die hebben in ieder geval een groot profetisch karakter. Maar ze spreken ja, ook simpelweg over de komst van de Heer Jezus in deze wereld. En dat is de komst. Ja, die we dan volgend jaar in het volgende week, bedoel ik, in het bijzonder gedenken. Wat ook wel mooi is, Jesaja als evangelist van het Oude Testament, wat ook wel mooi is, dat is dat de naam van Jesaja in feite ook een prachtig getuigenis is. Hè, de naam van Jesaja betekent het redding of verlossing van de Heere, van Yahweh. Dat is net andersom dan in de naam van de Heer Jezus. Jezus of Jehoshua in het Oude Testament. Jozua. Die naam betekent de Heere is redding. He, dus de naam Jesaja is verlossing van de Heere. En de naam Jezus is de Heere is redding of is verlossing. Dus het is net omgedraaid. En dat is iets dat komt wel vaker voor in de Bijbel. Toen aangekondigd werd dat de Heer Jezus geboren zou worden, hè, toen dat bekend werd gemaakt aan Maria, toen werd dat gedaan door de engel Gabriel. En Gabriel betekent de sterke van God. Maar in het boek Jesaja kom je een benaming voor de Heer Jezus tegen en die luidt sterke God. En dan is het net andersom, dan is het El Gibor. Gabriel is Gibor El, sterke van God. Maar in Jesaja wordt de Heer Jezus genoemd
El Gibor, God de Sterke. Dan komt hij als het ware voorop te staan. En zo geldt dat dus ook voor die naam van Jesaja. Verlossing is van de Heere. Maar in de Heer Jezus komt zijn naam eerst voorop te staan. Dan is het de Heere is verlossing. Yahweh is verlossing. En daar draait het natuurlijk uiteindelijk om in het hele plan van God. Dat in alles zal duidelijk worden dat de Heer voorop staat. En dat het om hem draait. En dat je daarom ook bij hem moet zijn. En dat het bij hem begint. Alles wat de Heer tot zijn doel heeft gesteld. Als je even mee terugbladert naar Jesaja 8. Dan zegt Jesaja daar ook iets. In het 18e vers. Hij zegt daar, zie, ik en de kinderen die de Heere mij gegeven heeft, dienen tot tekenen en wonderen in Israël, afkomstig van de Heere van de legermachten, die op de berg Sion woont. Dus nou gaat het over, in het laatste deel van vers 18, gaat het over de berg Sion, die door de Heere bewoond wordt, een hoge berg. Daar hebben we net ook van gelezen in Jesaja 11. Maar wat hier ook wel mooi is, dat is dat Jesaja zegt, kijk, ik en de kinderen die de Heer mij gegeven heeft, die dienen tot tekenen en wonderen in Israël. Dus op het moment dat dat volk daar in Jeruzalem en Juda Jesaja en zijn zonen zag, de kinderen die de Heer hem gegeven heeft, ja, toen werd daar meteen iets mee duidelijk. Ik heb al gezegd, de naam Jesaja betekent de Heere, of nee, verlossing van de Heere. Of redding van de Heere. Die kinderen van Jesaja, die worden in Jesaja ook genoemd. De ene die heet Maher Shalal Gasbas. Dat is een mooie volledige naam. Het is mooi als je dat zo kan opzetten. Professor, dokter en dan M-S-C-B. En dan de achternaam. Ik weet niet wat de achternaam van Jesaja was, eerlijk gezegd. Hij was in ieder geval de zoon van Amos. Maar dat betekent haastig, buitspoedig roof. En dat duidt op het volk dat door de Heere gebruikt zou worden, het volk van Assur, om Israël in het nauw te brengen. Nadat Israël zich tijdenlang heeft verlaten op de koning van Assur. Zoals de Heer Jezus het eigenlijk ook al zei, er komt op een gegeven moment iemand in zijn eigen naam en die nemen jullie aan. Maar ik, mij, neem je niet aan. Nou, zo zal de koning van Assur op een zeker moment optreden, tenminste degene waarvan hij een beeld is. En die wordt aangenomen door het volk. Alleen zal al gauw blijken, en dat is iets wat zich in de toekomst nog steeds zal afspreken, er zal al gauw blijken dat dat met buit, met roof, met allerlei negatieve dingen te maken heeft. Maar goed, Jesaja die had dus één zoon en die noemde hij zo. Maher Shalal Gasbas. Eigenlijk geen leuke naam om te hebben. En wij kunnen dan zeggen van ja, maar goed, wat heeft zo'n naam nou te betekenen? Nou, je moet je niet vergissen. Kijk, wij, als wij dit lezen, dan lezen wij de naam die er staat. In dit geval dan Maher Shalal Gasbas. Dat is een naam die dan zo beschreven wordt. Kijk maar even in het derde vers van Jesaja 8. Er staat dat Jesaja schrijft, ik was tot de profetes genaderd. Zij werd zwanger en baarde een zoon. Toen zei de Heer tegen mij, geef hem de naam Maher Shalal Gasbas. En bij ons staat het dus ook gewoon zo, zoals het hier staat. Dat is duidelijk. Maar de andere kant is dat degene, het volk waaronder Jesaja optrad, die las die naam in zijn eigen taal. Dus die wist meteen wat ermee bedoeld werd. Wij moeten een vertaalslag maken, maar zij snapten het meteen. Dus als je dat zo naar het Nederlands over zou zetten, dan zou je dus zeggen van ik was tot de profetes genaderd, ze werd zwanger, baarde een zoon. Toen zei de Heere tegen mij, geef hem de naam haastig buit spoedig roof. En dan wist je in één keer wat die naam betekent.
En dat is wel goed om te weten, dat dat dus voor, ja, voor Israël en hier in het bijzonder het Joodse volk ook zo gold. Dat is één zoon. Een andere zoon die Jesaja heeft, die heette Shear Jashub. Shear Jashub. En die wordt in hoofdstuk 7 vers 3, wordt hij ons voorgesteld. Daar staat: de Heer zei tegen Jesaja, ga nu op weg, Agas tegemoet, en u en uw zoon Shear Jashub. En dan zie je in de HSV ook een voetnootje erbij staan. En de vertaling is: een rest zal terugkeren. Dus de Heer die zei tegen Jesaja, de Heer zei tegen: de redding is van de Heere. Ga nu op weg, Agas tegemoet, u en uw zoon, een rest zal terugkeren. Andere Bijbelvertalingen hebben: een rest zal zich bekeren. Nou, dat gebeurt. Als je weer even meebladert naar hoofdstuk 10, dan staat daar in het even kijken hoor. Ja, in het 20ste vers, Jesaja 10 vers 20, er staat: op die dag zal het gebeuren dat het overblijfsel van Israël en wie van het huis van Jacob ontkomen zijn, niet langer zullen steunen op hem die hen geslagen heeft, maar ze zullen steunen op de Heere, de Heilige van Israël, in trouw. Dat overblijfsel zal terugkeren. Het overblijfsel van Jacob naar de sterke God. Dat overblijfsel zal terugkeren. Daar staat dus Shear Jashub. De naam van een van de zonen van Jesaja. En zij zullen terugkeren, zo staat er. Of bekeren. Ze zullen terugkeren naar de sterke God. Nou, en dan kom je al gauw terecht natuurlijk. Hè, als je het hebt over de sterke God, kom je terecht op de aankondiging van de Heer Jezus in Jesaja 9... He, waar staat: een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. De heerschappij rust op zijn schouder. Men noemt zijn naam wonderlijk, raadsman, en dan heb je hem, sterke God. De El Gibor, eeuwige vader en vredevorst. Dus je kunt in het Oude Testament al lezen dat de rest van Israël zich bekeren zal tot de zoon die gegeven wordt, die wij kennen als de Heer Jezus Christus. Dat is eigenlijk prachtig. He, dat het Oude Testament daar al zo duidelijk in is. Dat het volk uiteindelijk zijn vertrouwen zal stellen op de Zoon. Het kind dat geboren wordt. De Zoon die gegeven is. Nou, al met al is dat natuurlijk toch wel een heel mooi getuigenis. Alleen al in de namen van Jesaja en zijn zonen. Ja, daar ligt al een hele prediking opgesloten. De ene zoon die wijst op oordeel, de andere zoon die wijst op bekering. En daartussenin staat eigenlijk: de verlossing is van de Heere, oftewel Jesaja. Want via de Heer Jezus Christus krijg je deel aan de verlossing. Nou, ik wil eventjes met u naar het Nieuwe Testament. We hebben Jesaja 11 gelezen, we gaan er ook zo meteen weer naartoe. Maar heel eventjes met u, wil ik met u naar 1 Petrus 1. En daar gaat het in het eerste hoofdstuk. In het negende vers, daar gaat het over de hoop die Petrus zijn lezers voor ogen houdt. En die hoop is: u verkrijgt het einddoel van uw geloof, namelijk de zaligheid van uw zielen. En dan staat er in vers 10, naar deze zaligheid hebben de profeten die geprofeteerd hebben over de genade die aan u bewezen is, gezocht en gespeurd,
Zij onderzochten op welke en wat voor tijd de geest van Christus die in hem was doelde, toen hij tevoren getuigde van het lijden dat op Christus komen zou en ook van de heerlijkheid daarna. En daar wordt gewezen op lijden en heerlijkheid. Ik zou even kunnen zeggen, er wordt gewezen op Shear Yashub en op, Maher Shalal Gasbas. Aan de ene kant het lijden en aan de andere kant wordt er gewezen op Shear Yashub. De rest zal zich bekeren. Alleen hier heeft het niet zomaar betrekking op het volk. Hier heeft het heel specifiek betrekking op het lijden dat over de Christus zou komen. En dat is het plaatsvervangend lijden. Het lijden dat eigenlijk het volk zou moeten treffen. Dat heeft de Heer Jezus Christus op zich genomen. En hij heeft het ondergaan. En het is van lijden naar heerlijkheid gegaan. Uiteindelijk is hij in de heerlijkheid terechtgekomen. En dat is ook de grote lijn van het plan van God. Hè? Het gaat van lijden naar heerlijkheid. En hier staat dan zo bij in vers 11, een beetje aan het begin, dat het de geest van Christus was die in hen doelde. Dus ook Jesaja, die is daarmee bezig geweest. Tenminste, dat staat hier. Hij heeft gespeurd, hij heeft gezocht, hij heeft gekeken van hoe zit dat nou? Waar doelt de geest van Christus nou eigenlijk op? Zo weten wij het, dat het de geest van Christus was. Maar hij heeft dus ook gespeurd. Hij heeft nagedacht van, hoe zit het? Hoe zit het allemaal in elkaar? Voor Jesaja best wel lastig. Wij leven een heel stuk verder, zo'n 2500 jaar later. Wij hebben de hele Bijbel. Wij kunnen inmiddels zien dat er heel veel al vervuld is van de dingen die Jesaja bijvoorbeeld ook voorzegd heeft. En wij staan sowieso na het moment van het lijden van de Christus. En je zou kunnen zeggen, wij wachten op de heerlijkheid daarna. Dat is waar het naartoe gaat. De geest van Christus. Ik vind dat altijd iets onbegrijpelijks aan één kant. Ook iets ontzettend wonderlijks. Dat de geest van Christus, want zo staat het hier. De geest van Christus doelde vooraf in de profeten. En een groot gedeelte van wat de profeten hebben opgeschreven, en waar dus de geest van Christus op doelde, een groot gedeelte heeft te maken met het lijden dat Christus zelf zou ondergaan. Dus als je misschien een beetje simpel voorgesteld, maar als je het nou zo een beetje op een rijtje zet, dan zeg je van Christus heeft door zijn geest Jesaja geïnspireerd dat hij zou moeten lijden. En een aantal honderden jaren later komt de Heer Jezus Christus in de wereld en dan gaat hij ook zelf dat lijden ondergaan. Als je denkt aan de psalmen, er zijn heel wat psalmen die wijzen op de dood en de opstanding van de Heer Jezus Christus. Maar goed, als we Petrus volgen, dan moeten we zeggen van dat is de geest van Christus geweest die dat duidelijk gemaakt heeft. Het duidelijkste en het mooiste komt het altijd tot uitdrukking, vind ik dan, in psalm 22. Wat begint met mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Dat zijn woorden die passen wij helemaal niet meer toe op David, maar David is wel degene die ze opgeschreven heeft. Maar het is de geest van Christus zelf die die woorden geïnspireerd heeft. En waarschijnlijk David in zo'n situatie heeft terechtgebracht dat hij dit wel moest zeggen. En dan, 1000 jaar na David, is de Heer Jezus in deze wereld. En dan wordt hij de vervulling van de woorden die hij zelf geïnspireerd heeft. Ik stel me zo voor dat vanaf het moment dat die woorden bekendgemaakt zijn geworden en beslag hebben gekregen in de schrift, vanaf dat moment wist men in de hemel ook wat er ging gebeuren. En natuurlijk, dat wist de Heer ook allemaal wel, maar door dit soort versen wordt dat nog wat tastbaarder, hoe dat gezeten heeft. Ik wil ook eventjes nog naar de tweede Petrusbrief. 2 Petrus 1, daar gaat het ook over het profetische woord. In 2 Petrus 1,
Daar wil ik even gaan lezen vanaf vers 18. Daar staat: deze stem. En welke stem is dat? Nou, dat is de stem die uit de hemel kwam. Hè? Die wordt in vers 17 beschreven. En die klonk aan het eind van vers 17. Dit is mijn geliefde zoon in wie ik mijn welbehagen heb. En dit grijpt terug naar het moment van de verheerlijking op de berg. En dan schrijft Petrus, deze stem hebben wij gehoord toen deze vanuit de hemel kwam, terwijl wij met hem op de heilige berg waren. Dus daar bevond Petrus zich in ieder geval, want hij spreekt in de wijvorm, hij bevond zich op de heilige berg, zo zegt hij. En, gaat hij dan verder in vers 19, wij hebben het profetische woord dat vast en zeker is. In België zeggen ze dan dat zeker en vast is. En het betekent in ieder geval een woord, het woord dat daar gebruikt wordt, betekent in ieder geval iets van fundamenteel. Wij hebben het profetische woord dat fundamenteel is. En u doet er goed aan daarop acht te slaan als op een lamp die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw hart. Dit moet u allereerst weten, dat geen enkele profetie van de schrift een eigenmachtige uitleg toelaat. Want de profetie is destijds niet voortgebracht door de wil van een mens, maar heilige mensen van God, door de geest gedreven, door de Heilige Geest gedreven, hebben gesproken. Ja, heilige mensen van God, nou daar behoort bijvoorbeeld Jesaja ook toe. En al die anderen die daar in het Oude Testament genoemd worden en die geschreven hebben. Maar in het 20e vers zegt Petrus: dit moet u allereerst weten, dat geen enkele profetie van de schrift een eigenmachtige uitleg toelaat. Dat is eigenlijk wel een heel mooi vers. Want ja, ik denk dan persoonlijk van ja, dat betekent eigenlijk dat als ik nou het Oude Testament lees en ik lees de profetieën, moet ik er gewoon maar niet te veel van zeggen. Want dat zou wel eens af kunnen leiden van wat er werkelijk bedoeld wordt. Hè, de profetie, geen enkele profetie, zegt Petrus, van de schrift, laat een eigenmachtige uitleg toe. Het zit hem natuurlijk ook een beetje in het woordje eigenmachtig, hè? Dus wij kunnen beter zeggen van, ja, je moet het woord maar laten spreken en het woord maar gewoon aanvaarden zoals het er staat. Dat woord voor uitleg trouwens, wat hier staat, je komt het woordje uitleg en dergelijke kom je wel vaker tegen in het Nieuwe Testament. En dan is het altijd de vertaling van een woord, dat kennen wij ook wel, het woord exegese. En dat betekent letterlijk uitgieten. Maar dat woord, dat wordt hier niet gebruikt. Hier wordt een woord gebruikt dat staat maar één keer in het Nieuwe Testament. En dat woord dat luidt ontknoping. Er is geen enkele profetie van de schrift die een eigenmachtige ontknoping toelaat. Ontknoping. Dus dan zit je te denken aan dat woord van de profetie. Ja, dat zit een soort in de knoop. En dat moet uit de knoop gehaald worden. Maar zegt de Bijbel erbij, ja, maar de schrift laat geen eigenmachtige ontknoping toe. Hè, als je naar een spannende film kijkt, of je leest een spannend boek, dan wacht je op de ontknoping. Waar gaat het naartoe, weet je wel? En dan valt alles opeens op zijn plek. Ik denk dat het ook zo is. Voor het woord van de profetie van de schrift, geldt dat het allemaal op zijn plek valt. En wij zijn wel een beetje daarnaar aan het kijken. Je moet daar wat dat betreft ook maar niet al te zeker bij overkomen. Je mag er wel zeker van zijn. Maar de schrift laat geen eigenmachtige ontknoping toe. Daar waar mensen proberen dat wel te doen, ja, daar wordt de knoop alleen maar strakker. Je hebt allemaal wel eens te maken gehad toch, met een knoop in een stuk touw of wat dan ook, wat je eruit moest halen. Ik kan u wel een tip geven trouwens, als je zit met een touw wat in de knoop zit, of een touwtje wat in de knoop zit,
Weet je hoe je het makkelijkst eruit kunt krijgen? Zonder schaar. Nee, geen schaar, nee. Nee, dan moet je het masseren. Dus dan ga je de knoop ga je masseren. Dat heb ik vroeger al een keer gelezen in de boeken van Bob Evers. Zeg je dat wat? Ver voor jullie tijd natuurlijk. Hè? Nou, laat dat maar zitten dan. Maar het werkt wel. Dus als een touwtje in de knoop zit, dan ga je het gewoon zo tussen je vingers masseren. En dan komt het los. En op een zeker moment is de knoop weg. Hè, dat is op zich wel mooi. De schrift laat geen eigenmachtige ontknoping toe. En dat eigenmachtige, dat zit hem denk ik vaak in de manier waarop wij ermee omgaan, dat we met grof geweld wel even zullen uitleggen wat er staat. Ja, dan wordt de knoop alleen maar strakker getrokken. Nee, het gaat erom dat je dat met eerbied en ontzag, onder een stukje masseren, massage, dat je dat doet. Hè, en dan komt die knoop eruit. En het mooie is, hoe verder wij in de tijd zijn, en ik zei net al, wij zijn 2500 jaar verder dan bijvoorbeeld de profeet Jesaja. Ja, wij hebben dat hele woord van God en er vallen allerlei dingen op hun plek. Hè, als wij alleen maar hadden gelezen, laten we maar even teruggaan naar Jesaja 11. Als wij alleen maar hadden gelezen van er zal een twijgje opgroeien uit de afgehouwen stronk van Isaïe en meer wist je niet, dan had je dit niet zomaar op de Heer Jezus Christus van toepassing gebracht. Maar nu wij een stuk verder zijn, hè, kunnen we dat wel doen en kunnen we inderdaad wel begrijpen, ja, hoe het zo allemaal zit. In Jesaja 11, hè, daar gaat het over dat twijgje in het eerste vers uit de afgehouwen stronk van Isaïe. Isaïe, tussen twee haakjes, is de vader van David. Isaïe. En een loot uit zijn wortels zal vrucht voortbrengen. Nou, dan zou je natuurlijk kunnen zeggen van, ach ja, twijgje uit de afgehouwen stronk van Isaïe. Ja, dat moet David dan wel zijn. Nee, dat is David niet. Want dit staat in de toekomende tijd. Er zal een twijgje opgroeien. En je moet je dan wel realiseren dat Jesaja optrad ver nadat David al gestorven was. Door historische koning David. Dus er wordt hier verder gekeken. Twijgje zal opgroeien uit de afgehouwen stronk van Isaïe, uit zijn lood. En een lood uit zijn wortels zal vrucht voortbrengen. En dan staat er ook nog bij in vers 10, op die dag zal de wortel van Isaïe er zijn. Nou, als je nou Isaïe even neemt als vast punt, dan gaat het over de wortel van Isaïe. Dat wil zeggen, waar komt Isaïe uit voort? En het gaat over, in dit geval, het twijgje of de lood die uit hem voortkomt. Dus dat komt na Isaïe. Nou, iets dergelijks vind je in het Nieuwe Testament ook terug. Hè? En dan is dat in het bijzonder in het gedeelte van Openbaring 5, hè, waar waar sprake is van de gesloten, de verzegelde boekrol, en die moet geopend worden en zo. En dan blijkt dat er niemand is die dat kan doen en dergelijke. Ja, en dan klinkt daar opeens die stem van, nou kijk, de leeuw uit de stam van Juda, hè, die heeft overwonnen en die is degene die het kan doen. De stam van Juda, en dan wordt hij genoemd de wortel van David. David, de zoon van Isaïe. De wortel van David, degene die er dus al was, voordat David kwam. Die wortel van David is de overwinnaar. Door hem komt het allemaal wel goed. In Openbaring 22, ik lees u dat even voor, u hoeft dat niet op te zoeken, maar in Openbaring 22, vers 16, daar staat, ik, Jezus, heb mijn engel gezonden om bij u in de gemeenten van deze dingen te getuigen. En dan staat er, ik ben de wortel en het nageslacht van David. Opnieuw, hè, dat is de zoon van Isaïe. Dus ik ben de wortel en het nageslacht. De wortel, nogmaals, dat ligt ten grondslag aan David. Daar komt David uit voort.
En het nageslacht van David, ja, dat komt na David. En dat nageslacht, dat staat in Openbaring 22 met een hoofdletter, kom je uiteindelijk bij Christus terecht. En ja, weet je, inmiddels weten wij dit soort dingen omdat wij dat hele woord hebben. En kunnen wij, ja, toch wel met een gerust hart gewoon maar aannemen. En daar hoef je eigenlijk helemaal geen uitlegger voor te zijn. Of een ontknoper. Want er staat gewoon simpelweg, ja, er zal een twijgje opgroeien uit de stronk van Isaï. En een lood uit zijn wortels zal vrucht voortbrengen. En uiteindelijk op die dag, zegt vers 10, zal de wortel van Isaï er zijn. Ja, en nou hebben we eigenlijk ook niet zoveel moeite meer met de vraag van, nou, wie wordt daar nou mee bedoeld dan? Want ja, hè, het is een aankondiging van de Messias, van de Heer Jezus Christus. Er staan prachtige dingen in Jesaja 11 over hem. Er staat, op hem zal de geest van de Heere rusten, de geest van wijsheid en inzicht, de geest van raad en sterkte, de geest van de kennis en de vreze des Heeren. Zijn ruiken zal zijn in de vreze des Heeren. Dat wil zeggen dat hij een lieflijke reuk draagt, waaruit blijkt dat hij zich uitstrekt naar de vreze des Heeren. Een prachtig woord dat vervuld is in de komst van de Heer Jezus Christus. En dat zit hem alleen al in dat tweede vers waar staat, op hem zal de geest van de Heere rusten. Het is werkelijk, ja, wonderlijk als je kijkt hoe de geest van de Heer, de Heer Jezus Christus, in alles geleid heeft. Dat realiseren we ons ook niet altijd, sta je ook niet altijd bij stil. Maar toen Maria zwanger was, toen was ze zwanger, staat er tot twee keer toe, uit de Heilige Geest. Dus ja, dat is de geest van Christus. En Maria werd zwanger uit de Heilige Geest. En 9 maanden later wordt de Heer Jezus geboren. Als het resultaat daarvan, het gevolg daarvan. Maar we kunnen in ieder geval alvast zeggen dat zijn komst, zijn eerste komst, zeggen we nu, in de wereld, dat het een gevolg is geweest van de Heilige Geest. De geest des Heeren die op hem zal rusten. En die Heilige Geest, die heeft de Heer Jezus vervolgens ook geleid. Er staat heel concreet, toen de Heer Jezus begon met zijn openbare bediening, staat er dat de Geest hem leidde naar de Jordaan. In Lucas 3 en Lucas 4 kun je dat lezen. En dan is de Heer Jezus bij de Jordaan, dan wordt hij daar gedoopt en dan wordt hij vervolgens, staat er weer bij, door de Geest geleid naar de woestijn. En als hij daar in de woestijn is geweest, 40 dagen lang, verzocht, hè, dan staat er dat hij door de Geest naar de synagogen werd geleid. En zo is de Heer Jezus, ja, in feite in alles geleid door de Geest. Ja, die Geest die rust op hem. Als je Jesaja 11 leest, ja, dan lees je vers 2 over die Geest van de Heer, een zevenvoudige getuigenis van wat de Geest van de Heer zou doen. Maar voor de rest, ja, je hebt er eigenlijk helemaal niet zo'n beeld bij. Maar inmiddels weten we wat die Geest dus allemaal gedaan heeft. De Geest was betrokken bij het natuurlijke leven van de Heer Jezus Christus, het begin daarvan. De verwekking in de moederschoot van Maria. En vervolgens was hij betrokken bij het begin van de openbare bediening, toen de Heer Jezus in de doop in de Jordaan gewassen werd, ontving hij even later de Geest in de gedaante van een duif op zich. En vanaf dat moment was hij ook de gezalfde van de Heer. En gedurende die hele bediening is de Geest erbij geweest. Maar dan staat er bijvoorbeeld ook nog, Hebreeën 9, dan staat er dat de Heer Jezus door de eeuwige Geest zich als een smetteloos offer heeft gebracht aan God. Dus leven en dood van de Heer Jezus, daar was de Geest van God in betrokken. De Geest was erbij betrokken toen de Heer Jezus zich als smetteloos offer
heeft geofferd. Om zo ja, de vergeving van zonde tot stand te brengen. En dat niet alleen. Petrus die schrijft in 1 Petrus 3 dat de Heer Jezus Christus ook door de geest levend gemaakt is. Dus zijn komst als mens, zijn natuurlijke geboorte, is een gevolg van de Heilige Geest. Maar ook zijn, ja, om het maar even zo te noemen, wedergeboorte, zijn opstanding uit de dood, hij was de eerstgeborene der doden, is een gevolg van wat de Geest gedaan heeft. Dus die Geest van de Heere, die rustte op de Zoon. En die zoon, ja, die wordt dan zo verder daar beschreven. Dat is dat twijgje, die lood. Hij is de wortel van Isaï. En er wordt van hem gezegd, aan het eind van vers 4, hij zal de aarde slaan met de roede van zijn mond. En met de adem van zijn lippen zal hij de goddeloze doden. En dan wordt er in vers 6 in één keer overgegaan, ja, in de situatie, hè, die we dan maar noemen de situatie van het vrederijk. Want dan staan er allerlei dingen, ja, daar kunnen we ons nu nog niet echt een idee bij vormen. Een wolf zal bij een lam verblijven. Nou, dat is in Drenthe natuurlijk ook wel bekend, hè, hoe dat werkt. Maar vooral is het bekend dat het gewoon niet werkt. Hè, je zou nou kunnen zeggen van, nou weet je, we gaan dat toch gewoon zo in elkaar zetten, dat wolf en lam bij elkaar zitten en dat... Zie je dat? De profetie is vervuld. Ja, dat is een beetje gekscherend natuurlijk, maar dat is ook precies wat er bijvoorbeeld in Israël gebeurt. En daar is men bezig om hele ja, onvruchtbare gebieden te irrigeren. Vervolgens ontstaat daar groei van planten en dergelijke. En dan wordt er gelijk gezegd van, zie, de woestijn zal bloeien als de roos van Saron. Ja, zo werkt het natuurlijk niet, hè? Wij moeten er wat dat betreft een beetje met onze handen afblijven. Want de schrift laat geen eigenmachtige ontknoping toe. De Heer die komt heus wel tot zijn doel. Hè? En dat wil helemaal niet zeggen dat wij er dan maar een potje van moeten maken of een rotzooi van moeten maken, dat natuurlijk niet. Maar de Heer die komt wel tot zijn doel. Een wolf zal bij een lam verblijven, nou we weten allemaal zeker... dat we dat gewoon beter niet kunnen doen. Of bijvoorbeeld een luipaard bij een geitenbok, een kalf, een jonge leeuw, gemest vee zullen bij elkaar zijn. Ik raad het af. Een kleine jongen zal ze drijven. Koe en berin zullen samen weiden. Hun jongen zullen bij elkaar neerliggen. Een leeuw zal stro eten als het rund. Een zuigeling zal zich vermaken bij het hol van een adder. En in het nest van een gifslang zal een peuter zijn hand steken. Niet doen. Ik raad het gewoon af. Maar weet je, ik hoef dat helemaal niet af te raden, want u snapt het zelf ook wel. Dat werkt niet. Maar zo zal het toch zijn. Hè, want dan wordt het zo mooi afgesloten in vers 9. Dan staat er, men zal nergens kwaad doen of verderf aanrichten op heel mijn heilige berg. Kijk, en die heilige berg, dat is een beeld van het koninkrijk van God op aarde. En dan zal de situatie zo zijn zoals die hier beschreven wordt. De heilige berg, dat is de plek waar Petrus, Jacobus en Johannes waren toen ze die stem uit de hemel hoorden. Dat is die heilige berg, die we ook wel kennen als ja, de berg Sion. De plek waar de Heere zal vertoeven, waar de Heere aanwezig zal zijn. En er zijn in de Bijbel... allerlei geschiedenissen terug te vinden waarin sprake is van die heilige berg. Oftewel de aanwezigheid van de Heer. Maar niet zo groot zoals het hier staat. Want hier, ja, wat hier staat, dat moet nog komen. De heilige berg. Op die dag, zo eindigt vers 10, zal de wortel van Isaï er zijn. Die zal staan als een banier voor de volken. Naar hem zullen de heidenvolken vragen. Zijn rustplaats zal heerlijk zijn. Op die dag, nou dat ligt nog in de toekomst, en dat is het moment hè, waarop op heel mijn heilige berg geen kwaad gesticht zal worden. En aan het eind van vers 9 staat er dan nog zo mooi,
De aarde zal vol zijn van de kennis van de Heere, zoals het water de bodem van de zee bedekt. Het loopt een beetje parallel met bijvoorbeeld wat Daniël schrijft en wat Nebukadnezar droomde over dat beeld, dat statenbeeld. En dat er op een zeker moment een steen loskomt en die rolt naar beneden en die treft dat beeld aan de voeten en vermorzelt het, vergruizelt het. En dan staat er dat die steen werd tot een berg die de hele aarde vervulde. En daar gaat het hier ook over. De berg die de hele aarde vervulde. Als de Heer Jezus Christus zal terugkeren in deze wereld, dat zal in Israël zijn, dan zal hij van daaruit zijn koningschap uitbreiden. Misschien gaat er wel 1000 jaar overheen. Maar er komt een situatie aan het eind van die 1000 jaar dat hem alle dingen onderworpen zijn. Dat is waar het over gaat. En dat is waar het naartoe gaat. En dan staat hier zo mooi, op die dag zal de wortel van Isaïe er zijn. Eerst dachten we nog van, ach ja, hij komt voort uit Isaïe of uit David. Nee, hij is de wortel. Hij is zelf de oorsprong. Hij zal er zijn. En dan zegt het vers vervolgens, die zal staan als banier voor de volken. Nou, daar wil ik tot slot nog heel even iets over zeggen. Hij zal staan als banier voor de volken. Er staat in het Hebreeuws hier, maar waarschijnlijk ken je dat wel. Er staat in het Hebreeuws hier dat hij zal staan als Nes Amim. Zegt u dat wat? Nee? Nou, toen ik jong was, toen was het populair om naar een kibbutz te gaan in Israël. En een van de bekendste kibbutzen in Israël, die heette Nes Amim. Daar kon je dan een soort vrijwilligerswerk doen. Banier van de volken. Nou, je hoort al, er zit het woordje Am in. En dat heeft betrekking over het algemeen op Israël. Dus de banier voor Israël. Nes Amim. Nou, op zich mooi, hè, dat de Heer Jezus Christus er zal zijn als de banier voor de volken. Maar die banier, dat woordje, nes, dat wordt in de Bijbel ook anders vertaald. En het wordt zo wordt het bijvoorbeeld ook vertaald met stok of staak. En dan kun je terugdenken aan de geschiedenis van Israël in de woestijn. Komen ze op een gegeven moment bij Mozes morren en klagen. Van waarom kunnen we niet terug naar Egypte? En dan zeggen ze, onze ziel walgt van het brood dat we te eten krijgen. En dat brood, dat was het manna. Onze ziel walgt ervan, zeggen ze. En dan stuurt de Heer een bestraffing in de vorm van giftige slangen. En och jongens, ieder die door die slang zo'n slang gebeten werd, die stierf. Mozes bidt, die bidt de Heer erom, kan dat stoppen? Ja, zegt de Heer, pak maar een banier of een staak, een nes, richt die op en zet daar een koperen slang op. En ze hoeven er maar naar te kijken en de vloek van de slang, van de giftige slang, gaat voorbij. Dat is prachtig, toch? Wat een oplossing. Daar hoef je helemaal niks voor te doen. Je hoeft alleen maar, ja, je moet even kijken. Maar dat is het. Je kijkt een keer en klaar is het. En die geschiedenis in het Oude Testament, dat is de geschiedenis die haalt de Heer Jezus aan in zijn gesprek met Nicodemus. Zoals Mozes de slang oprichtte in de woestijn, zo zal de Zoon des Mensen verhoogd worden. Aan een stok, een staak, wij noemen dat dan maar het kruis. Hij zal verhoogd worden. Opdat ieder die in hem gelooft, eeuwig leven zal hebben. Dat is die banier. Dat is de Heer Jezus Christus. En wij mogen ontdekken dat de Heer inderdaad in deze wereld geweest is. Dat hij inderdaad zijn leven heeft gegeven. Het lijden op zich heeft genomen. En dat het voor de mens, voor Israël in de eerste plaats, maar voor de mens in het algemeen, er maar op neerkomt van joh, kijk nou gewoon even een keer daarnaar.
Stel je vertrouwen op de Heer en je hebt deel aan zijn heil. Het heil van de Heere, Jesaja. Daar heb je deel aan. Tot zover, broeders en zusters. Ik stel voor dat we de Heere gaan danken. Lieve Vader in de hemel, we willen u dankzeggen dat we u hebben mogen leren kennen vanuit de rijkdom van uw genade. We willen u danken, Heere, dat u ook elke dag bij ons bent en voor ons zorgt. Dat u zich over ons hebt ontfermd. Heer, en dat we weten mogen dat we in uw hand zijn. Dank u wel, Heer, ja, voor de grote liefde die u hebt getoond in de Heer Jezus Christus, toen hij in deze wereld kwam. Heer, wij ja, gaan dan een tijd tegemoet als mensen die leven in deze wereld, een tijd van gezelligheid en nabijheid en familie en al dat soort zaken. Maar Heer, we mogen ons ook realiseren dat de komst van de Heer Jezus in deze wereld eigenlijk daar niet zo heel veel mee te maken had, maar dat zijn komst in de wereld uitliep op zijn lijden aan het kruishout op Golgotha. En Vader, we willen u danken, ja, dat onze ogen daarvoor open zijn gegaan. Heer, en dat we mogen ontdekken dat, ja, dat inderdaad het heilsfeit is dat u tot stand hebt gebracht in de Heer Jezus Christus. Heer, en dat wij mogen leven vanuit de verlossing door zijn bloed. Heer, en dat we ja, zo een vrije toegang mogen hebben tot u. We danken u daarvoor, Heer. We danken u dat dat ja, toch centraal mag staan in onze levens. Heer, en zo willen we elkaar aan ja, uw genade toevertrouwen. We danken u dat u met ieder van ons meegaat. Heer, en dat u zo in alles ook voor ons zorgt en tot uw doel komt. Daar danken we u voor, Heer. En we doen dat vanuit de rijkdom van uw genade. Amen. Amen. Nou, zoals we gewend zijn, willen we nog één lied zingen. Hebben jullie het mooi gehad? Ja. Ja? Goed zo. Ja, Bertus is erbij, dus je moet wel ja zeggen. Hè? Ja, ik weet niet of we dat kennen, maar jij speelde het vooraf voor de dienst van daar is uit 's werelds duistere wolken. Maar is dat ook beamertechnisch te regelen? En kun je even kijken hoeveel coupletten er zijn? Want ik zag dat er officieel wel 7 coupletten zijn. Deze moeten we zeker zingen, die vorige? Al 4. Nou, dan kunnen we ze alle 4 wel doen. Dat is een mooi adventslied, broeders en zusters. En als het wat u betreft kan, zullen we dat dan staande zingen met elkaar? En dan gaan we daarna, of dan sluiten we hier ook de dienst mee af, hè, met het zingen van dit lied. Dan wens ik u alvast een fijne zondag.
Amen.